Laten wij eens kijken naar het boek van Romeinen, hoofdstuk 15, vers 16. Om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen wel gevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. Hier, wiens evangelie is dit evangelie? Er staat geschreven: Ik heb het evangelie van Christus volledig verkondigd. Dit is het evangelie dat Christus naar deze aarde heeft gebracht. Het is erg belangrijk. Dit evangelie is het nieuws van het nieuwe verbond. Wij moeten dit nieuwe verbond prediken in Samaria en tot aan de uiteinde van de aarde. God heeft de ruimte bepaald voor het verkondigen van het nieuwe verbond in de profetieën van de Bijbel. In hoeverre heeft God het evangelie ingesteld om gepredikt te worden? Aan alle naties in Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. Telkens wanneer ik dit vers zie, voel ik me gesterkt. God heeft vele Sions gevestigd over de hele wereld. De wereldevangelisatie wordt niet volbracht vanwege vele Sions, maar vanwege de profetieën. Het hangt niet af van het aantal leden of kerken. God heeft dit werk al gepland, gepland en bedoeld. Zo predikt hij nu het Evangelie aan alle naties over de hele wereld. Het is een groot voordeel en genade voor ons om in staat te zijn om deel te nemen aan dit werk. Echter, zij die de waarde van het Evangelie niet realiseren, accepteren het niet. Laten wij kijken naar het boek van Romeinen, hoofdstuk 10, vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven, en hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben, en hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt, en hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden, zoals geschreven staat? Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen? Maar wat is er gebeurd? Zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Hier staat geschreven dat niet alle Israëlieten het goede nieuws accepteerden. Welke waarheid accepteerden zij niet? Zij accepteerden de waarheid van het nieuwe verbond niet. Zij zijn echt dwaas. Als zij het nieuwe verbond hadden gehoorzaamd, hadden zij een genadig resultaat kunnen hebben. Wanneer wij het Koninkrijk van God binnengaan, worden wij Gods kinderen en beërven we het Koninkrijk der Hemelen. Alle goede dingen wij nooit van hebben genoten op deze aarde zullen er zijn in de Hemel. De zegeningen van het Koninkrijk der Hemelen is niet iets dat ons voor een moment wordt gegeven en weer wordt afgenomen maar iets dat voor altijd van ons zal zijn. Daarom wanneer wij naar Gods leringen kijken met onze spirituele ogen open, kunnen wij volledig de reden begrijpen waarom wij geloof in God moeten hebben met heel ons hart, al onze zielen en heel onze gedachten. Echter, wat zal er gebeuren met degene die het niet accepteren? Laten wij kijken wat er zal gebeuren in het boek van 2 Thessalonicense hoofdstuk 1. Laten wij kijken naar het boek van 2 Thessalonicense hoofdstuk 1 vers 7. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heerde Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Verwijst dit niet naar het laatste oordeel? Dit zal gebeuren wanneer God komt om de wereld te oordelen. Vers 8 Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die, wat? Het Evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij die het Evangelie niet gehoorzamen zullen gestraft worden. Met andere woorden, wat gehoorzamen zij niet? Beginnend met het Pascha, zijn alle voorschriften van het nieuwe verbond inbegrepen. Wat zal er gebeuren met hen die het nieuwe verbond niet houden? Zij zullen gestraft worden wanneer God komt om de wereld te oordelen. Gestraft worden betekent simpelweg naar de hel gaan. Is dit niet waar? Degenen die het nieuwe verbond niet accepteren zullen veel lijden, terwijl degenen die het accepteren zullen deelnemen aan de belofte de kinderen van God worden en deelnemen aan Gods eeuwige zegeningen. God laat ons dit feit heel duidelijk weten. Daarom is het Evangelie goed nieuws. Als wij dit goede nieuws niet accepteren, zullen wij er veel spijt van krijgen. Maar als wij dit goede nieuws accepteren en het gehoorzamen, dan zal het het grootste nieuws voor ons zijn. God is naar deze aarde gekomen om de mensheid te redden en predikt het nieuws van redding aan alle mensen. Daarom, wanneer wij het evangelie prediken, moeten wij niet denken: zal deze persoon luisteren of niet, maar prediken vol vertrouwen. Prediken gaat niet over het kennen van veel versen in de Bijbel. Predik gewoon vrijmoedig: God redt de mensheid, die voorbestemd is te sterven, door het nieuwe verbond. Laten wij zijn woord gehoorzamen en het pas gaan houden. Iedereen: is het moeilijk? Het is helemaal niet moeilijk. Laten wij het woord met vertrouwen prediken, denkend, dit is echt goed nieuws. Iedereen zal het ontvangen als wij het prediken. Laten wij aan de hele wereld prediken door te zeggen, wanneer God naar deze aarde komt voor het laatste oordeel, zullen degenen die het evangelie van God niet gehoorzamen gestraft worden. Betekent gestraft worden niet naar de hel gaan? Echter, zegt God niet dat zij die het evangelie ontvangen de kinderen en erfgenamen van God zullen worden en deelnemen aan Gods eeuwige belofte? Wij moeten ook het goede nieuws prediken door te zeggen, wij moeten het Evangelie zo snel mogelijk accepteren. Er is zoveel nieuws over de dood in de wereld, maar wij hebben het nieuws van verlossing. God laat ons dit vandaag duidelijk weten door de Bijbel. Daarom kunnen wij het Evangelie niet prediken als wij het moeilijk vinden, denkend. Ik moet al deze dingen uit het hoofd leren zodat ik vloeiend kan prediken. Het evangelie is niet op een moeilijke manier samengesteld. Toch, alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht geeft. Ik ben zwak en heb geen kracht, dus ik kan niets doen, maar God heeft mij opgepakt en gesterkt, zodat ik alle dingen kan doen door Hem die mij kracht geeft. Laten wij dit soort geloof hebben en ons geen zorgen maken. Op wie moeten wij al onze angst werpen? Er staat geschreven: werpt al uw bezorgdheid op de Heeren. Ik wil jullie allemaal vragen om al onze zorgen op God te werpen, dank te geven aan God de Vader en God de Moeder die ons hebben toegestaan verzegeld te worden in de waarheid van het nieuwe verbond, en dit goede nieuws ijverig te prediken aan de hele mensheid, in plaats van te zwijgen en het voor onszelf te houden. Hartelijk dank.